Tadaa! Hi, ik ben Paulina, a.k.a. Pinders, en welkom bij me. Derde aflevering van Vlog Halloween. Vandaag heb ik voor jullie een knutsel. Ik ga namelijk mijn kersthuisjes omtoveren tot een Halloween dorp. Ze waren niet echt van mij hoor. Ik heb ze gewoon tweedehands gekocht in het goede doelenwinkeltje hier zo in Delft. Ze waren een euro per stuk. Dus dat was lekker budgetproof. En de rest van de spullen is ook bij de Action vandaan. Dus ja, dat is niet heel erg duur. Nou, het was heel erg leuk en ik denk dat jullie nu ook wel begrijpen dat als ik zeg van je kan het zo gek maken als dat je zelf wilt, dat je het zo gek kan maken als dat je zelf wilt. Ik zal de prijzen van de spulletjes eventjes beneden in de beschrijving neerzetten. En ik hoop dat ze ze nog hebben, die kastjes, maar ze hebben ook sowieso, deze heb ik ook nog pas daar gekocht en daar zou je het ook in kunnen maken. Ik heb hier deze ook nog zo behandeld. Op die manier. Dat is een groter huisje. Die heb ik van een collega van mij gekregen. Ik had gevraagd of iemand kershuisjes had. En niemand had het op eentje na. Maar toen had ik deze al gekocht. En ja, toen vond ik het toch wel heel erg zonde als ik deze dan liet vergaan, zeg maar. Dus deze heb ik gewoon als een Halloween decor gemaakt. In plaats van voor in een heel huisje. Maar je zou natuurlijk wel deze huisjes kunnen gebruiken. Als je net als met Kerstmis echt zo'n heel platform hebt. Zou je deze meer naar voren kunnen zetten. En dan deze meer achter op een bergtop, zeg maar. Zodat het dan echt een beetje in de verte lijkt. Dus dan zou je deze ook gewoon nog prima kunnen gebruiken. En het grappige van deze huisjes is. Ik heb het er nu niet in gedaan, want ik kon ze niet vinden. Maar hieronder zitten natuurlijk overal openingetjes. En die heb je hier zo in kleine gaatjes. Dus dan kan je ze gewoon instoppen. En je kan er dus ook lichtjes in doen. Dat is wel echt heel erg leuk natuurlijk. Nu heb ik hier niet echt een aansluiting voor naar een stekkerdoos of iets dergelijks. Dus vandaar dat ik het voor mij zo gelaten heb. Maar het maakt het wel af als hier door die raampjes ook nog een beetje licht komt. Dat is wel echt heel erg leuk natuurlijk. Dus lieve Vanisha, echt heel erg bedankt voor het leuke huisje. Ik vind hem alsnog echt heel erg leuk. Ook al heb ik hem niet bij de rest gezet. Ik ga hem koesteren voor de rest van mijn Halloween leven. Ik hoop dat jullie dit tutorial leuk vonden. En dat je geïnspireerd bent om ook lekker zelf aan de slag te gaan. Ben je lekker bezig geweest naar aanleiding van mijn tutorials?
op mijn Pinterest-bord. Daar kan je een fotootje plaatsen. Ik wil ze heel erg graag zien. Lijkt me echt heel erg leuk. De link daar naartoe staat hier beneden in de beschrijving. En eigenlijk volgt het zich vervolgens vanzelf. Het is gewoon dat ik dus dit filmpje ook deel op Pinterest. En daaronder kan je een fotootje plaatsen. Nogmaals, het leidt zich vanzelf. Nou, ik ga nu weer verder met de rest van de Vlogalween filmpjes. Want die moeten ook nog steeds gemaakt worden. Volg me ook op Facebook en Instagram. Ook die linken staan beneden in de beschrijving. En daaronder kan je een reactie plaatsen. Vind ik leuk, gezellig. En ik reageer altijd terug. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie graag morgen weer. Hey, doei!